gaan ze live? Zijn we live? Ja hoor, we zijn live, dames en heren. Nogmaals welkom in de vloer. In Amersfoort is hier van Pro-Wrestling Hall of Fame. En de eerste wedstrijd staat nu op het punt van regeren. Beginnen Dirty Dragon. We hebben natuurlijk Hell Spartan, Michael Bryan. Hij zegt dat het publiek is overgelopen, maar ik weet niet waar vandaan ik kom. Ja, ik heb het idee dat sinds hij hier naar binnen is gestapt vandaag, het publiek nou niet echt op zijn hand was. Maar ik kan me natuurlijk vergissen. En laten we eerlijk wezen, de man is een bekende headbanger. Misschien heeft hij zijn hoofd een beetje te hard gebeten. Mooi,
Stinger Splash. Maar is dit genoeg om hier te gaan? Ik heb het over de kant in de stad en de kant in de stad. Tegelijk af naar het hoofd van Norman Harris.
die nu reverse, probeert te reversen. Hoe gaat hij eruit komen? Het stem, heel erg netjes, uitgeschreven. Kijk hoe gracieus hij er heen wil. Prachtig. Vergeet niet dat Norman House onder andere is getraind door Walter. Walter de Hero General, die maakt op dit moment natuurlijk furoren bij NXT UK als de NXT UK Champion. Niemand minder dan Piet Dunne verslagen, hè? Norman House weer in controle, maar kijk waar komt eruit. Flipt. Technisch meester Brian Tampa. We zien dat wij een heel inzetten op technieken, wat een mooie dag. Met elke leuk klein om maar de heren schijnen elkaar in uit te dagen. Wat gaat hier gebeuren, Dirty Warrior? Ik wil jou vragen, jij hebt veel ervaring op het gebied van een vechtsport. Wat moet er in het hoofd van Norman House gaan? Hij is net technisch overmeester. Ja, kijk, er kunnen twee verschillende dingen gebeuren. Op eerste plaats, ik kan niet in het hoofd van Norman House kijken. Maar wat ik wel zie op dit moment, is dat hij volhoudt aan zijn strategie. Dat zegt mij dat hij cool is. Het begint te doen! En we weten!
maar wanneer je op je knieën hebt geraakt, gaat het op de kosten van je eigen werk. En je zag tonken, zag je naar de aarde stappen. En het lijkt alsof je even weg gaat. Ik zag je broer in zijn ogen, en ik heb glazen, en ik heb steeds glazen. En de scheidsrechter doet nu al niet meer. De scheidsrechter doet alleen maar nu al niet meer. Dit komt wel eens verpissen over de wedstrijd. Zag je die kruip over elkaar? Ik wil het snap even zeggen, ik zeg dat het op de tegenpresenteerd van de buur. Thank you.
kracht niet is. Het worden van landskampioen. Dat debat, zoals ze hem ook noemen. Dat is een loop-loop. Dat is geen loop-loop. Dat is de waarheid. Dat is een stoel die zij daar. Ondertussen, Rick de Bart, on fire! Tegen de King of Play, die eventjes niet mee, wat hem overkomt bij die Shining Wizard. En zoals altijd, naar de team. Gedwongen om hier te zitten, omdat ik zo slim ben door Sirius. Maar ik ga hier vandaag mijn eerlijke mening geven. Ik heb kritiek en commentaar op wat ik gebeurt te doen. En ondertussen, kijk, scheidsrechter. Scheidskerel, kijk, de wind, kijk, daar hoort. Scheidsrechter, kom op. Doe je daar. Dit is dus wat Sirius ten doet. Wat doen we? Dit is wat jullie doen, vastspelen. Vastspelen, dat is wat jullie doen. En dat doe je niet meer. En ondertussen, daar is het gedacht. En dat op dit moment niet beïnvloeden. De schrijver, de schrijver, aan het doen is. Roberto Carlos gebruikt zijn kracht voor hele verkeerde dingen op dit moment. Het is een aanfluiting. Het spijt me wel. Ik ben er niet eens in gedacht. Ik ben er niet eens van je. En dan heel gestegen. Ja, dat is leuk zeg. Hey, ze haal mijn leeftijd er maar bij. Je hebt gewoon een low-blow. Je had het ook een low-blow. En ondertussen in de ring, Daniel van Kruijff, net de body slam, wat de bad. En op dit moment regent het elbows. Oh, harde elbows van Daniel van Kruijff. Dat was niet zo goed. Kijk het vuur in de ogen van Johnny Evers, kijk het vuur in de ogen van Daniel. Ze kunnen niet wachten om op te nemen tegen de mannen van Zero Club. Kom daar, kom een beetje jongen, kom op. Zet op zacht aan.
gedaan, dames en heren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook voel. People of Tenue. The King of Bling. Ik zeg een goede worstelaar. Een fijne raar in de ring. Jammer dat hij af en toe de tactieken moet gebruiken. Om die onder de gordel en onder de maat zijn. Dat zou een atleet van zijn en met zijn ervaring en zijn status niet nodig moeten hebben. Maar heel veel kent denken er anders over. En nu! Oh! Kondo! Back! Kondi! 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 De Cyril Ken! De kracht van Max Gamer! De kracht van Damian van Kuijs! Ik heb Kondi Kondi nog nooit van mijn leven zo'n hoofd in de lucht zien vliegen. Worden die weer afgeslagen en zag je die klappen van Roberto Carlos en het geilige plan van Virginie Eden staat tegen de vlakken. Dat gaan we nu zien. Dirty Dragon, een pin te forceren op Max Damon. Maar daarom
weer lekker op de plaats hier. Dan raak je verdwaald onderweg aan de vraag zijn om op de weg en dan halen ze hun neus op. Nou, zo'n type is dat wel hier ook in deze wedstrijd. Maar we zien dat wel komen dat ze er zin in hebben. Kelly Kelly, we kunnen fantastisch op de conditie op dit moment. En is hier vandaag naar de vloer gekomen in Amersfoort. Pereira's voornaamste wrestle-organisatie Pro Wrestling Holland. Op dit is Nederland de place to be. Wij vangen snel op vanuit NXT, WXW, Progress en over de hele planeet. En deze wedstrijd tussen deze twee dames kan vuurwerk worden en met Killer Kelly en Hebbel en Amel. En Amel lijkt geen kant op te gaan, maar Amel heeft natuurlijk een kracht. Amel is het erg sterke jonge dame. En je ziet hier hoe ze haar headlock gezien. En nu heeft ze Killer Kelly in een headlock. Je ziet hoe ze leeft en de grote Killer Kelly. Je zag hoe ze in plaats van zich af te laten schieten, ze opdraaien. En we hebben een roll-up. Ze hebben een roll-up. En nou, Amel. En toen weer zijn klaar kap in de slag op dit moment. Kelly! Ze kan mij klaar zetten. Kelly, bij Erik verbeter. Zie die kille plek in haar gezicht. Juist, met een trademark pitje in haar mond. We weten maar altijd wanneer het mede zit. Kille Kelly maakt geen grappen. En je moet je afvragen dat Kelly erg bezig is, omdat ze de Killer Kelly. Killer Kelly. Killer Kelly. En staan we lopen op deze dame voor het voorplecht opgezet in Alkaar. Color elbow tie up hier. En Killer Kelly zet haar hele gewicht, haar hele gewicht. Haar hele gewicht. Haar hele gewicht. Wordt gestreden om controle van de partij hier in het vroege stadium van de partij. Yes, the next one is
Laten de dames gefrustreerder en gefrustreerder worden over het feit dat ze elkaar nog niet hebben kunnen pakken. Je zit daarmee aan nadenken. Je zit daarmee aan nadenken. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen om Kelly te verslaan? Nu heeft ze een krabat. Een killer Kelly probeert zich uit die krabat te vechten. Dit lukt haar, maar Kelly is het genoeg. Killer Kelly heeft aardig wat schade opgelopen. En dit zal alleen maar bijdragen. Die rechte hoek op de kaart van Killer Kelly. Nu de kracht. De power van de man. Chinlock. En die zit. Die Chinlock zit vast als een boxer. Killer Kelly. En het publiek staat ver achter de charmante Killer Kelly. Die op dit moment heel veel meer gekregen. Maar nog steeds. Leidt onder de dominantie van de man. Nu gaat het zo! Nee! Nee!
Reprisals from my enemies as I walk